Vandaag praat ik met Anton Doutzenberg over zijn nieuwe roman Geestman. En met Josephine Rombout over haar avonturen op het Schotse kasteel Clifford Castle. Haar tweede boek daarover. Welkom bij VPRO Boeken. Josephine Rombouts debuteerde vorig jaar met een boek over avonturen in de Schotse hooglanden op een kasteel waar ze deel van de huishouding was. En dat werd meteen een bestseller en nu is er haar tweede boek over dit kasteel waar ze inmiddels personal assistant van de kasteelvrouw was. En dat leverde nieuwe avonturen en nieuwe inzichten op. Maar eerst zit hier Anton Doutzenberg, een van de weinige experimentele schrijvers van Nederland nog. Sinds hij debuteerde in 2010 schreef hij bijna elk jaar een roman, een toneelstuk, een tijdschrift, een dichtbundel. En nu is er een nieuwe roman, Geestman. Welkom, Anton. Hoi. Klopt, hè? Jij bent een veelschrijver. Ja, in ieder geval ik publiceer het nodige en het is mijn vak. En, ja. Ik probeer de tijd zo goed mogelijk te besteden. Betekent dat elke dag schrijven? Nee, dat betekent niet elke dag schrijven. Het betekent ook veel lezen, veel wandelen, veel luieren om de fantasie een beetje op gang te brengen. Maar ook veel schrijven, ja. En ben je dan zo'n schrijver die 's ochtends aan zijn bureau gaat zitten en begint? Of? Soms. Ligt eraan waar ik mee bezig ben. Als ik echt midden in een roman zit, dan maak ik mijn uren wel. Ik heb geen systeem, om het zo maar te zeggen. Ik werk vrij intuïtief. Zowel inhoudelijk als ook qua vorm. Ik laat het gewoon gebeuren en dan schrijf ik 's nachts, dan 's middags. Ik zie het allemaal wel. En is het zo'n idee voor een roman, is dat, hoe ontstaat dat? Nou, bij dit boek is het... Ik was eigenlijk met een andere roman bezig. Een treinroman. Ja, zo heb ik hem benoemd in mijn dagboek. Ik bestaat uit 2 letters. Waarin ik op een vrij abstracte manier het schemergebied tussen binnen- en buitenwereld verken. En ik was ermee bezig en toen diende zich een andere roman aan, een pendant daarvan, waarin ik zeg maar, die thematiek op een iets figuratieve manier verkende, wat impressionistischer. En die moest geschreven worden, dus die andere roman moest even aan de kant en deze moest geschreven worden, ja. En als iemand aan jou vraagt op een feestje, goh Anton, waar gaat je nieuwe boek over, wat zeg je dan? Ja, ik kom niet zoveel op feestjes. Maar het is moeilijk, hè, denk ik, om je echt... ik zou kunnen zeggen, een man die... voor vreemd raakt van de buitenwereld en zijn heil zoekt in de binnenwereld en in het onderbewustzijn op zoek gaat naar zeg maar, zijn mentale misvormingen. En dat klinkt dan meteen heel ingewikkeld. Ik kan ook zeggen, het gaat over een man die in een kindertekening terechtkomt. En dan krijg je weer een hele Maakt andere het niet kleur. Minder ingewikkeld? Nee, maar dan krijg je weer een andere kleur, maar beide is waar. Ja. 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 Ja, het begint met een man die in de war is, zoals hij dat inderdaad zelf zegt, hè? Mentaal. Ja, het is vooral de buitenwereld die op een bepaalde manier op hem reageert. Waardoor hij denkt van er is iets mis met mij in mentale zin. En hij gaat dan op zoek naar. Ja, in ieder geval de kern van die misvormingen in zijn binnenwereld. En hij besluit uiteindelijk om vooral in zijn onderbewustzijn terecht te komen en daar te gaan zoeken. Ja. En hij zet fictie in om dat onderbewustzijn te gaan betreden. Ja, en hoe zet hij die fictie in? Door een verhaal te gaan vertellen. Letterlijk, of zeg maar, de roman is voor een deel het verhaal van de ik-persoon. En juist door die fictie in te zetten, komt hij in het onderbewustzijn terecht. Ik heb het ook ergens benoemd van hij probeert het kinderoog te openen. Ja. Zeg maar de naïviteit, proberen zeg maar de werkelijkheid op afstand te zetten om echt in die binnenwereld te verdwalen, zou je ook kunnen zeggen. Ja. Of te gaan dwalen. Ja, want wat er gebeurt is dat hij zogenaamd in het verhaal in een plas duikt. Ja. En als een soort Alice in Wonderland een tocht maakt door die krochten in zijn hoofd. Waar hij allerlei figuren tegenkomt. Ja. Een filosofische mol, een vogeltje.
En dat is tegelijkertijd die kindertekening die... Dat is die kindertekening waarin hij terechtkomt. Maar wel met een volwassen kinderhand getekende eiland eigenlijk. En het is ook het vogeltje dat hem oproept om in die plas te duiken. En dan begint het vallen. En gaandeweg het schrijven diende de analogie van Alice in Wonderland zich aan. Dat had ik niet in eerste instantie. Dus dat is ook intuïtief tot stand gekomen. En dan komt hij inderdaad in die kindertekening terecht. En hij gaat nog een laag dieper, zeg maar, door met die mol. Zeg maar, ook nog door het papier heen te gaan. Ja, dat is een feit. Zo zou je het narratief kunnen samenvatten. Ja, ik dacht ook even, het is gewoon een man die een psychose krijgt en helemaal doordraait. Ja. Dat laat ik voor jou rekening. Maar ik snap wel wat je zegt. Het is natuurlijk, het wordt ook, als ik naar de eerste recensie kijk, een surrealistische trip, als een surrealistische trip geduid. En het woord psychose valt ook. Maar het is niet in een psychose geschreven, nee. Dat heb ik ook niet gezegd. Nee, maar het had gekund, hè? Ja. Ja. Het grappige is dat ik vond het een heel grappig boek in zekere zin ook. Omdat je die fantasiewereld is zo bizar en zo... Alleen al het vogeltje dat af en toe weer iets komt zeggen. Ja. Ook een vogeltje dat vaker terugkeert in jouw werken. De vogel, dat is me ook opgevallen. Ja. In mijn debuut 2010, Vogels van Zwarte Poten kun je niet vreten. Is de vogel ook al als symbool heel sterk aanwezig. En, ja, hij is een paar keer teruggekomen. Of hij dient zich steeds aan in mijn werk. Ik vind het ook een mooi symbool voor de fantasie. De vlucht van de verbeelding. Ja. Een vogeltje komt heel graag terug in mijn werk, ja. Ja. En dat hele universum dat je dan neerzet, hoe heb je daar inspiratiebronnen bij? Schilderijen, dacht ik misschien aan? Nou, ik heb heel veel gelezen en ik denk dat allemaal wel terugkomt in mijn werk. Er zitten in mijn hele oeuvre zitten heel veel allusies op vooral ook op Nederlandse literatuur. En ik heb bij dit boek heb ik me ook laten inspireren door Nazomer van Willem Brakman. Ik weet niet of je het boek kent. Toevallig wel, ja. Het is wel lang geleden dat ik het gelezen heb. Maar, ja. Ik vind het echt een prachtig boek. En wat Brakman speelde ook met dat schemergebied tussen binnen- en buitenwereld. Hij probeerde ook door de huid van de werkelijkheid heen te breken. Wat heel nadrukkelijk in zijn werk zit, ook een zoektocht naar geborgenheid, naar veiligheid, naar een thuis. In dit boek doet hij dat echt meesterlijk. En toen ik aan Gisma begon, moest ik niet direct aan Brakman denken, maar gaandeweg wel. En toen heb ik het nog een keer herlezen en er zijn toch ook wat echo's teruggekomen in Geestman. Dat is ook wel voor een deel als een hommage bedoeld aan Brakman en vooral aan Nazomer. Gaat dat allen lezen? Maar is dat een boek dat je er dan steeds bij pakt tijdens het schrijven? Nee, dat niet. Ik heb het boek een paar keer gelezen in mijn leven. En ik heb het nu wel één keer gelezen toen ik bezig was met Geestman. Maar het is niet dat ik daar elke dag een stukje lees of zo. Nee. En waar is Geestman nou eigenlijk naar op zoek? Ja, ik zei al, naar de misvormingen, de mentale misvormingen in zijn hoofd. Maar kijk, er zit ook nog een zoektocht in. Ik heb hem ook bewust geen naam gegeven. Hè? Dus een man, je zou ook zeggen, de man. Hij is ook op zoek naar mannelijkheid. In hoeverre is hij een man? Hij is wel op zoek ook naar antwoorden, zeg maar, op die vraag. En een deel van die misvormingen koppelt hij ook aan de connotatie van man zijn. Voldoet hij wel aan dat beeld, wat eigenlijk als een soort archetype ook in het collectieve onderbewustzijn is verankerd. Welk beeld is dat? Toch wel een beetje masculin machtsvertoon. Wat ook terugkomt, of heel vaak heel veel in de literatuur, zeg maar, terugkomt. Ook in Brakman, moet ik eerlijk zeggen. Dus, ja? Het zit ook nadrukkelijk in zijn boek. Hij is een beetje bang voor vrouwen, lijkt het wel, in dit boek dan. Maar in ieder geval, dat is wel een motief wat ik ook verken in dat boek. Mannelijkheid. Ook de titel Geestman. Bestaat de man nog wel, die wij eigenlijk altijd als archetype hebben gezien en wat ook dan is neergeslagen in de literatuur. En de protagonist koppelt dat ook aan zijn eigen misvorming, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar probeert hij ook, tenminste zo heb ik het geïnterpreteerd, in die zoektocht, in die reis door dat bizarre universum ook een... Hij worstelt ook met taal. Of hij ontdekt steeds nieuwe woorden die hij niet kent. Hij benoemt de hele tijd dingen. Hoe zit dat? Ja, ik heb ook wel...
Kijk, als je naar binnenwereld, buitenwereld, dat schemergebied, taal is natuurlijk toch ook wel een transportmiddel, en zeg maar, om beide werelden te betreden. En dus ik onderzoek in hoeverre zeg maar, die performatieve kracht van literatuur eigenlijk nog wel ingezet kan worden om van werkelijkheid wenselijkheid te maken, of van wenselijkheid werkelijkheid. Wacht even hoor, wat bedoel je daarmee? Ik schrijf ergens in het boek, wenselijkheid en werkelijkheid delen 11 van de 13 letters. Dat is een dekkingsgraad van 85%. Maar die 15%, daar gebeurt het eigenlijk om van wenselijkheid werkelijkheid proberen te maken. En voor een deel van werkelijkheid wenselijkheid. En taal is een transportmiddel om beide werelden met elkaar te verbinden, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval, dat verken ik. En je ziet dan ook de oprukkende beeldcultuur, waarmee ik ook speel in het boek. En zeg maar, die performatieve kracht van taal die ik net al benoemde. In hoeverre is die nog krachtig genoeg om dit te bewerkstelligen? In deze tijd waarin de beeldcultuur zo oprukt. Dus voldoet taal nog? Die vraag stel ik wel in dit boek. En, voldoet literatuur nog? Ja, nou, dat is wel heel groot dit. Dat weet ik niet. Nou ja. Voor mij wel in ieder geval. In het eerste hoofdstuk is de hoofdpersoon Geesman bevindt zich op een date in zijn eigen huis. Ja. Een internetdate. En zegt letterlijk, de schrijvers laten me in de steek. Zijn boekenkast vol boeken, daar heeft hij niks meer aan. Ja, ja. Inderdaad, hij zoekt houvast bij zijn schrijvers en ze laten hem in dit geval in de steek. En ik heb dat bewust gedaan om eventjes de ik-persoon los te maken uit die literaire wereld, zeg maar. Om in dat onderbewustzijn terecht te komen. Maar uiteindelijk zie je toch wel dat echo's van die literatuur wel op een impliciete manier wel weer terugkomen tijdens die reis. Maar hij krijgt er geen greep meer op. Of hij herkent ze ook niet, hè, die beelden van de boeken waarmee hij omringd is in zijn huis. Ja. Dus het verleden is verdwenen, de toekomst is verdwenen. Hij zit echt in een schemergebied, een groot deel van deze roman. Ja. En hij heeft inderdaad onvoldoende houvast bij de literatuur. Ja. En of je dat programmatisch moet zien voor literatuur in zijn algemeenheid, dat weet ik niet. Dus kijk, de teleurgang van dit programma zegt misschien ook wel wat, hè? Helaas. Maar ik verken dit wel. Zorgen wil ik niet zeggen, maar literatuur is natuurlijk toch wel een beetje aan het verdwijnen uit de culturele wereld. En vooral de fictie, merk ik. We zijn echt een land waarin de non-fictie, een hoge status heeft, een fictie veel minder. Dat zie je ook zo Brockman. Ik bedoel, hij is een van de weinige schrijvers, een van de weinige magisch denkers in ons taalgebied. En andere landen zien dat veel meer. Ik zei in volgens mijn voorgesprekje dat ik vind hem de Italiaanse of de Nederlandse Italo Calvino. Die traditie hebben wij nagenoeg niet in Nederland. Ja, hoe komt dat, denk je? Ja, toch een vrij Calvinistisch land, denk ik. Het realisme is hier. Heeft hier gewoon een hoge prioriteit gekregen bij schrijvers, bij recensenten, bij uitgeverijen. Ja, misschien heeft het voor een deel te maken met de secularisatie en we willen antwoorden hebben, zeg maar. En de wetenschap en de non-fictie geeft die antwoorden en fictie verwacht. Zou kunnen, hè? Of mystificeert. En wat is er voor jou zo interessant aan het magisch realisme? Ik vind de werkelijkheid ingewikkeld. En ik merk dat ik met fictie greep krijg op hoe ik de werkelijkheid ervaar. Dat is het. Het leven gaat niet in de rechte lijn van A naar B, zoals ook non-fictie vaak pretendeert. Ja. Overal harde antwoorden op te kunnen geven. En ik vind die dwaal toch mooi. Het verdwalen vind ik ook mooi. En ik vind fictie geeft mij daar wel. Hou vast en steun. Misschien ook wel een routekaart of zo. Ja. Nou, kies je in deze roman voor. Het is niet alleen proza. Er komt ineens in het middenstuk. Vinden we een hele serie zogenaamde natuurgedichten, beeldgedichten. Zogenaamde? Zo noemt hij dat. Ja. Dan zeg je toch zogenaamd. Ja. Natuurgedichten. Even verderop wordt het een toneelstuk. Ja. Vanwaar die verschillende vormen? We hadden het net over die performatieve kracht van de literatuur. Hè. Poëzie is misschien toch wel het zout van het bestaan, zou je kunnen zeggen. Hè. Dus ik heb het belangrijkste kompas in het boek is een dichter. En de Geestman, ik-personage, gaat ook op zoek naar die dichter om antwoorden te vinden en weer thuis te komen. Maar dat werkte toch niet helemaal zoals hij had gedacht.
Dus daar speel ik mee. Ook daar komt weer terug die beeldcultuur versus taal. En dat toneelstuk, er zit een césure in het boek. Waarin de werkelijkheid met windkracht nog zeg maar, het leven van, van het ik-personage binnentreedt. Zelfs door dat onderbewustzijn heen breekt. Het ik-personage gaat dan over in een dagboekvorm. En daar zitten wat autobiografische elementen ook in van het moment van schrijven. En dat voelde op een bepaald moment als geforceerd. Waardoor ik denk van laat ik dan die forcering, die theatrale kant uitvergroten. Ik wil het laten overlopen in een toneeltekst. Ook om proberen van die harde werkelijkheid fictie te maken. Om het te kunnen verdragen. Zeg maar. Ja, ja. En het paste heel goed bij het narratief van die roman waarmee ik bezig was. Dus ik heb het proberen in te kapselen. Ja. En dan krijg je een boek waar moeilijk over te spreken valt. Waar moeilijk over te spreken valt. Maar wat zeker de moeite waard is om te lezen. Dus mocht mensen thuis uit dit gesprek nog niet een idee hebben gekregen... of een zin hebben gekregen, dan hoop ik dat ze dat, dat ze toch nog gaan lezen. Ja. Dankjewel, Anton Lautzenberg. Ja, joh. Dat was Anton Lautzenberg met Geestman.